U weet even goed als ik dat wij, Waterlink, slechts overgaan tot afsluiting nadat een grondig onderzoek is gebeurd door het OCMW en na onderhandeling met tussen aanhalingstekens met het LAK. Dat weet u, hè? Bij andere maatschappij wordt onmiddellijk de deurwaarder gestuurd. Met een verhoging van de kosten tot en met. Wij doen dat niet, omdat we inderdaad bewust zijn van onze maatschappelijke rol. Collega Van Duppen. Is dat een antwoord op uw vraag? Kijk, ik heb hier dat rapport, hè, dat pas is uitgekomen met de statistieken van het Algemeen Waterverkoopreglement. Het gaat over 1447 afsluitingen. Dat is een schande. Dat is een schande omdat het weer nummer 1 is van alle steden. Dat is 1,21%. Als je het gemiddelde neemt van de 13 centrumsteden, zit het op 0,28%. Dus dat is bijna maal 5. Als je het gemiddelde neemt van Vlaanderen, is dat 0,014. Dat is maal 8. En dat is echt niet meer normaal. Wat je zegt dat andere watermaatschappijen met de deurwater direct werken, dat is compleet niet juist. Dat is tegen het waterdecreet. Die werken ook via de LAKS. Dat staat hier allemaal goed gedocumenteerd. Daar verandert hier geen jota. Daar zitten we nu al 2 jaar op de hameren. Ik weet niet of dat u dat beseft, wat dat is, hè, zonder water gezet worden. Ik weet niet of dat u dat beseft, wat voor hygiënische problemen dat geeft. Maar ik heb genoeg patiënten gehad die eronder vielen. Ik heb het gezien welke gruwel dat geeft. En dat verandert niets. En als je kijkt naar hoeveel geld dat gaat, dat staat ook in die statistiek. Hè. Dat gaat in totaal over 750.000 euro uitstaande schuld. Van die 2.864 Antwerpenaren die zonder water zijn gezet. En er verandert niets in. Ondanks het nieuwe waterafsluitingsreglement en ondanks al het protest ook van de middenveldorganisaties tegenover wat dat hier gebeurt. En daar had ik tenminste een antwoord op willen hebben. Collega Gantman. Jaarlijks wordt een miljoen 100.000 euro afgeschreven voor niet betaalde factuur. Ja, dat is de realiteit ook. Ik betwist het feit dat u mij zegt dat andere maatschappijen, dat is uw goed recht dat te doen, als ze dat willen doen, een deurwaarder. Daar wordt beslag gelegd op de meubels. Eerst enzovoort enzovoort. Is dat niet waar? Nee. 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 En ik heb dezelfde stukken. Ik kan u dat laten. Dat is niet het geval. Ik herhaal nogmaals, maar u wilt niet verstaan en ik weet het. Uw geestesgesteldheid is niet vatbaar voor enige reden. Dat weet ik, maar ik ga mijn best doen. Dat is niet zoals de voorzitter die verstaat. Ja, collega Gantman, alsjeblieft. Ik bedoel to the point. Ik bedoel...